Ik heb me verslapen. Het was gisteravond 10 uur dat ik sliep, denk ik ongeveer. Het is nu 7:30. Oh. Tijd om wat te gaan doen. De stad wel rustig op. En daarna aan de slag. Vandaag weer een meeting met ons team. En vanmiddag een afspraak met Twan. We gaan video's met hem opnemen. Met zin. Het zijn mijn belangrijkste uitdagingen. De rest komt er mee. Weet je wat ook belangrijk is vandaag? Naast de afspraak met Twan. En Twan die komt hier om 2 uur. 4 uur is hij weg. Een wedstrijd vanavond. Opnieuw een 10 kilometer. De keer in Aalten is er een midzomer run of iets dergelijks. Met het team hebben besloten om daar, met een groot deel van het team gaan we daar naartoe. Ik dacht een man of 7. En van Argo. En ja, ik heb er zin in. 10 kilometer. Dus ik ben dat betreft heel blij. Ik ben uitgeslapen. Een beetje verslapen. En vanmiddag ook rekening met het eten. Dat ik vanmiddag warm eet. Vanavond wat brood. En dan houdt het op. Spannend. De tweede wedstrijd. Gezien het lopen van de week. Verwacht ik niet dat ik mijn tijd van vorige week zondag ga verslaan. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon nog een keer 10 kilometer lopen. Ja. Zojuist teamoverleg. Annette en Claudia. Oh, wat vind ik dit nog moeilijk. Als ze dingen voor me doen en dat doen ze met plezier, dan zoeken ze naar mijn structuur. Dat is één. Ik moet dingen veel eerder aanleveren dan ik gewend ben. Ik bedenk het nu en dan voer ik het uit. Dat kan dus niet meer. En dan, zoals vandaag, is een dag is al zo vol in mijn hoofd. En afspraken en tijden die daar gebonden zijn. Allerlei dingen die ik gepland had. En dan komen er nog acties bij waar ik niet aan gedacht had om dat ding moet doen zodat zij verder kunnen. Ik vind het moeilijk. Het wordt beter, ik weet het zeker, maar nu. God, man. Gauw verder. Ik moet in ieder geval het artikel nu voorbereiden, zodat de e-mail er morgen uit kan. En dan kijk ik wat de volgende stap is. Ik weet het even niet op dit moment. Dit ga ik in ieder geval als eerste doen. Ja, liep de dag even, vooral de middag, anders dan ik had bedacht. Ik heb bedacht, ik ga video's maken met de klant. En content voor zijn platform maken. Maar we kregen vooral een discussie over het platform. Hoe het er precies moet uitzien. Hij had het beeld niet in zijn hoofd. Ik heb wel een visie in mijn hoofd, maar dat heb ik niet, kon ik niet goed duidelijk maken. Heb ik niet goed duidelijk gemaakt. Hij zit nog in de beginfase en dat snap ik nu achteraf. En ik ben al verder. Dat heb ik niet goed gedaan. Ik moet daar nog een aantal dingen flink in verbeteren. Ik zie waar hij naartoe wil. Ik zie waar ik hoe ik hem zichtbaar kan maken. Ik zie hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij presentaties gaat doen en keynotes krijgt. En op een andere manier dan speaker reels en op de Speaker Academy en dat soort dingen strijd staan. Nee, gewoon door mensen, doordat mensen persoonlijk met hem kennis maken. Ik heb dat beeld in mijn hoofd en blijkbaar nog niet genoeg in staat om dat aan hem goed duidelijk te maken, om de piketpaaltjes uit te zetten hoe dat dan gaat worden en wanneer dat gaat lukken. Dus daar heb ik nog wat te doen. Hij is weg, ik zit nog even rustig. Ik heb er moeite mee, ik moest dat even verwerken dat het anders liep dan ik had verwacht. Discussie over de stapregelzet of factuur heeft gestuurd en ik deel het met je. Want ja, het gaat over ondernemen en dat is niet alleen mijn happy dingen dus. Dus dit is een ding waar ik vandaag veel geleerd heb. Vanochtend na de teambijeenkomst of de weekly met het team. En nu vanmiddag dit. En toen zag ik nog wat. Toen was ik even aan het bladeren. En ik had van het weekend al in de Argo-app groep gezien dat een van de Douwe was overleden. Ik had daar geen acht op geslagen. Maar nu zag ik een berichtje op Facebook en het kwam ook van Argo, van de atletiekvereniging. En daar stond een foto bij van de Douwe die ik ook ken. De Douwe die oprichter was van Open Coffee Doetinchem, waar ik hem van heb leren kennen. Daarvoor kende ik hem ook al, maar daar heb ik hem beter leren kennen.
Hij heeft de Open Coffee Doetinchem, weet ik veel, 6 jaar geleden, 7 jaar, ik weet niet precies, geleden is hij gestart bij Ruimzit in Doetinchem. We vroegen ons af of het wel kon in Doetinchem en het werd een groot succes. Een paar mensen zijn gestopt met de organisatie. Veel later hoorde ik dus dat zijn vrouw in 2012 was overleden. En ik hoorde dat hij verhuisde naar Drenthe. En dat vond ik van hemzelf volgens mij nog wel in een telefoongesprek. Ik heb alleen niet gehoord waarom hij verhuisde. Het bleek dat hij kanker had en had gehoord dat het niet meer te genezen was. Ze hebben ook kinderen. Dus in 2012 is zijn vrouw overleden en vorige week is hij zelf overleden. Ik ben behoorlijk van slag van het bericht wat ik een uur geleden las. Ik ga nu wel door, want we hebben vanavond een wedstrijd, 10 kilometer. Ik ga met de groep van de Argo. Ik ga nu eten. Niet te veel, maar in ieder geval genoeg energie hebben om de 10 kilometer te doen. En een beetje de verzinnen verzetten. Je ziet me straks weer.